Deze zaal zou wel gaan over het stadsbeeld landschap, zoals we die op een tafel ook kunnen vinden. De andere twee zalen zullen gaan over enerzijds werken en dan zaal 2 over nabijheid. Jullie zitten mij naast de moderator met 9 aan tafel. Het zijn 3 trio's. Elk trio is verantwoordelijk voor een bepaald stadsdeel. Hoe dat er precies in zijn werk gaat, dat zal straks de moderator uitleggen. Eerst wat vertellen over het stadsbeeld zelf. Landschap aan je voordeur, heb ik genoemd. Dat is de slagzie van het stadsbeeld. En het gaat over Kortrijk als stad waar vandaag eigenlijk al relatief grote landschappen tot diep in het centrum bereiken. Denk maar aan de Leijenwoude, de Heulenbeek, waar dat er een grote diversiteit van landschappelijke kwaliteiten aanwezig is. Er is wel een duidelijk verschil tussen de landschappen in het noorden en de landschappen in het zuiden. Dat gaat ook over zoektocht naar welke groene netwerken er geactiveerd zouden kunnen worden. Met dan potentie om een verbindende drager te worden tussen verschillende buurten voor trage mobiliteit, denk aan een e-bike. En ook hier en der heeft dat landschap een bepaalde puur landschappelijke functie, in functie van klimaatadaptatie. Denk daar een overstromingsgebied. Een aantal foto's die verbeelden hoe dat er vandaag al aanwezig is in Kortrijk. Armen boven van Jelly, waar het landschap aanwezig is, maar dat landschap wordt ook actief gebruikt voor voedselproductie. Of hier een plek waar een straat eindigt ter hoogte van de Heulenbeek en waar eigenlijk een relatief groot landschap is. We gaan het stadsbeeld testen, of proberen waarmaken of onderzoeken aan de hand van 3 stellingen. 3 stellingen die we voor jullie voorbereid hebben. En waarover dat jullie aan tafel gaan debatteren hoe dat de stellingen steek houden en of dat hoe dat de stellingen waargemaakt kunnen worden. Eerste stelling, verborgen landschap zichtbaar maken in de stad. Tweede stelling, het landschap heeft jouw buurt veel te bieden. En de derde stelling, wonen in stad en landschap tegelijkertijd. Die eerste stelling, verborgen landschap zichtbaar maken in de stad, gaat ervan uit als we het verdoken groen in bouwblokken en achter de inbebouwing terug zichtbaar en bruikbaar maken, levert dit meer open ruimte op in de stad. Op sommige plaatsen kan verharding weggehaald worden in functie van meer kwalitatieve groenruimte, die naast de kijkgroen ook een meer actieve functie kan hebben. Als we daarop inzoomen, dan hebben we voor jullie in kaart gebracht, dus in jullie ook telkens per stelling, een aanmoedposter waar het enerzijds de stelling nog eens geformuleerd is, zoals ik ze net voorgelezen heb. En waar een kaart voorbereid is voor het grondgebied van Kortrijk. En waar er al op aangeduid staat welke delen, welke gebieden er toegankelijk park zijn. Welke zijn toegankelijk bos en welke zijn toegankelijk natuur, heb ik genoemd. Denk dan maar aan het gebied rond de Heulenbeek bijvoorbeeld. En dan hebben we ook een perimeter uitgezet. Rond die toegankelijke parken, om te zien welke delen van de stad eigenlijk al binnen een zone van 200 meter over toegankelijk groen beschikken. De gebieden die eruit vallen, die hebben we hard aangezet. Let wel, we hebben die oefening niet gedaan voor de heel Kortrijk, we hebben die oefening gedaan voor de 3 stadsdelen waar het vanavond rond gaat. Dus we zullen zien dat dat niet heel de kaart onderzocht is geweest, maar de 3 stadsdelen die Joachim daarnet heeft uitgelegd, het stadsdeel Noord, het stadsdeel Zuid en het stadsdeel West, daarom hebben we de oefening gemaakt welk deel van de bebouwing beschikt eigenlijk nu momenteel nog niet over toegankelijk groen. Daar gaat dus de eerste stelling over. Die stelling zal gevraagd worden aan de hand van 2 vragen. Op welke plekken in de stad is er nood aan meer groenzones? Op welke manier kan het bestaande groen bewaard, zichtbaar of toegankelijk gemaakt worden? En
tweede vraag die daaraan gekoppeld is, waarvoor kunnen die groenzones dan gebruikt worden? Op jullie tafel vinden jullie eigenlijk deze presentatie afgeprint en we hebben er een aantal referenties tussen gestoken dat een beetje helpt om na te denken of te tonen, te illustreren waarover het precies allemaal zou kunnen gaan. Hier een referentie van in Brussel, waarin Park Tour en Taxi, dat eigenlijk nog in volle ontwikkeling is, verschillende wijken in Brussel, zones die meer aan de kanaal liggen, andere zones die wat hoger in de stad liggen, hoe dat die door één park verbonden kunnen worden. Het is ook een goed voorbeeld, omdat dat ook aantoont dat dat niet van de ene dag op de andere dag gebeurt, maar dat dat gebeurt door burgerparticipatie, door een aantal festivals in gang te zetten. Dus een heel langzaam traject dat uiteindelijk maakt dat je zo'n groene verbindende structuur kan opzetten. De tweede stelling, het landschap heeft jouw buurt veel te bieden. Gaat ervan uit, als we het landschap voldoende ruimte geven, kan het nieuwe functies opnemen waar de inwoners van Kortrijk baat bij hebben. Het landschap kan ingezet worden als waterbedding en buffergebied om wateroverlast te voorkomen. Zo zijn we minder afhankelijk van harde oplossingen als pompen en rioolsystemen. Bovendien kan een goed functionerend landschap hand in hand gaan met lokale voedselproductie en bepaalde vormen van recreatie. Als we even inzoomen op het kaartje, dan denk ik dat op de kaart iets duidelijker zal zijn dan in de projectie, maar we hebben een aantal gebieden aangeduid waar het potentieel aan landbouw, en meer bepaald stadslandbouw, het gaat niet over de hele grote landbouwgebieden, maar het gaat over waar is er net voldoende hectare om op een soort van lokale voedselproductie te doen. Dat zijn de vierkante gearceerde gebieden. Dan heb je ook nog overstromingsgebieden, de gebieden waar het elkaar overlapt. En gekoppeld aan die overstromingsgebieden hebben we ook in kaart gebracht waar het tot vandaag eigenlijk nog gewoon een uitbreidingsgebied zit. Dus daar gaan we ook een van de keuzes. In het keuzemenu zal het gaan over is dat wel oké, gewoon met breinigingsgebied in overstromingsgebied. De vragen die we daaraan koppelen, en misschien ook nog even duiden dat het keuzemenu, daarin zijn de keuzes geprobeerd, 2a, 2b, 2c, en die vind je terug, die hebben we geprobeerd te verbeelden in het beeld dat telkens ook op de aanbodposter staat. En die vind je terug in het beeld. We hebben plekken geselecteerd waar dat die keuze verdeeld wordt. Twee vragen. Waar staat het landschap onder druk? Welke ingrepen zorgen we ervoor dat het landschap terug kan functioneren? Tweede vraag. Welke vormen van dubbel gebruik van het landschap zijn nuttig voor Kortrijk? En waar is dit mogelijk of gewenst? Bijvoorbeeld, een heel kleinschalige manier vinden we in Berlijn, waar een zeer drukke verkeersknoop, heel veel asfalt, tijdelijk is ingenomen door een tuin die effectief voedsel produceerde voor de omliggende bewoners. Op een iets wat grotere schaal en ook iets verder, in China wordt er op zoek gegaan worden naar het combineren van landbouw dat op een grotere schaal werkt dan voorbeeld uit Berlijn, in combinatie met overstromingsgebieden en recreatie. Het zijn uitzichtpunten over dat landschap, over de skyline van de stad en die verbonden zijn met een recreatief netwerk. Dan tot slot de derde stelling, wonen in stad en landschap tegelijkertijd. Dat gaat ervan uit als we in Kortrijk zowel de voordelen van de stad als de nabijheid van de groene ruimte willen, dan moeten we niet te midden van de open ruimte bouwen, maar wel op plekken waar woonontwikkeling in het landschap het versterkt. Het landschap wordt dan niet alleen beschermd omwille van de functies van de open ruimte, denk maar aan recreatie, landbouw, waterberging, maar het wordt ook actief ingezet om te bepalen waar wel en waar niet gebouwd of gewoon mag worden. Als we dan inzoomen op de kaart, dan hebben we al die landschappen die we in de andere kaarten al naar boven hebben gebracht, hebben we samengebracht om te zien wat levert dat op van het landschap. En dan hebben we gekeken waar, op welke plekken zijn er goed ontsloten gebieden die raken aan het landschap en waar dat er eventueel verdicht mag worden aan wonen. En aan de andere kant,
hebben ook aangeduid gewone uitbreidingsgebieden die helemaal niet gesloten zijn met openbaar vervoer, soms zelfs ook niet met de auto. En die stellen we met name in vraag of dat we die moeten aansnijden of dat we die eerder op die landschappen moeten gaan wonen. Twee vragen daar aan gekoppeld: welke open ruimtegebieden blijven deel van het landschap en op welke manier krijgen we het voor elkaar? Waar kan het dan wel verdicht worden in relatie tot het landschap? Bijvoorbeeld in Antwerpen, waar een voormalig rangeerterrein van de spoorweg helemaal getransformeerd is tot een park en waar dat redelijk hoog gewoon